Hallo kijkers van Fulltime 94 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van GTA 4. Vandaag gaan we werken voor Little Jacob, ook al hebben we geen missie van hem. We hebben namelijk wel een job van hem. Even kijken, oh, Dimitri heb ik tegenwoordig ook erin staan. Heeft hij nog wat te zeggen? Здравствуйте, вы позвонили Дмитрию Браскову. Я сейчас не могу ответить. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение, и я вам перезвоню. Okay, die heeft dus ook voicemail aan. Een Faustin hebben we tegenwoordig ook in onze telefoon. Kijk wie die heeft. Hello, this is Mikhail Faustin. Please call when I can make myself available for all businesses or personal arrangements. As an alternative, leave me a message. Okay. Maar ik zat even te kijken waar Little Jacob was. Ja, Little Jacob. Die kunnen we namelijk nu ook bellen voor een job. Michelle kunnen we bellen en Rome kunnen we verder nog bellen. Nou, die weten we allemaal wel. Dus gaan we gewoon Little Jacob bellen voor een job. Ik ben benieuwd. Jacob, I can move a package for you if you have one. Irie, bad man's hoping you give us a call now. There'll be a package waiting for a mafia brother like you in a car by the cafe, you know. You need to meet me and my inner some tunnel in an EIC. See? Later on, Nico. Okay. Oh, dat wordt leuk. Moeten we daar ook nog binnen tijd zijn of niet? Zo niet, dan is deze wagen gewoon voor mij. Anders had ik die taxi wel besteld. Oké, dan rijden we gewoon door. Oké, hier naar rechts. En dan rechtdoor. Zo simpel is het. Hoppakee. Hoe laat is het trouwens? 's Avonds, maat 10 uur. Wat leuk. Ja. 10 uur. En Nico werkt nog. Maar Nico is echt ook een... ja, een goede doorwerker. Dus hij werkt in alle omstandigheden. Van 10 uur s'nachts tot 5 uur ochtends tot wanneer dan ook. Als het hem maar uit moet uitkomt. Oké, oh, nee, nee. Ga aan de kant, man. Of leer rijden. Zo. Oké, wat moeten we doen? Oh, er staat daar een auto. Oh, wat is dit? Het is hier een beetje open gekraakt. Kan ik hier ook helemaal naar boven? Hoe hoog is helemaal boven? Nou, die is dicht. Ik heb echt zo'n idee als ik die trappen oploop dat er opeens boven... Als ik boven ben... Achter mij echt zo'n mannetje komt staan. Echt zo van, die Nico in één keer wil neerslaan. Echt zo'n idee. Maar oké. Okay. Niemand te zien. Ik denk dat het veilig is. Dus hop, snel naar beneden. En dan in die auto. Want volgens mij moeten we in die auto stappen. Nou ja, als ik het goed begrijp. Oké. Okay. Bij 23:45. Oh, dan moeten we doorrijden. Dan moeten we doorrijden. Dan hebben we 45 seconden ongeveer. Of net iets langer. Oké, dan hou ik dit er even bij. Maar we moeten wel opschieten. Kom op, autootje. Je kan ons niet laten stikken. Of je kan het wel, maar je mag ons niet laten stikken. Hoe ver is dat hele eind? Nou, ik weet niet eens waar we naartoe moeten. Iets met een tunnel heb ik gelezen. Verder heb ik alleen niet echt kunnen lezen. Lijkt nog wel even een eindje. Ik hoop dat we genoeg geld krijgen voor deze missie. Want met een beetje geld kunnen wij een body armor kopen. Wapens hebben we nu al. Maar body armor hebben we niet. Oké. Okay. Oh, we komen wel op tijd. Wat hoor ik nou toch? Er zit iemand om me te maken hier. Ik dacht dat ik criminelen uit deze stad heb verwijderd. Waarschijnlijk was het de radio. Maar volgens mij zit er geen enkele crimineel meer op dit eiland. Oké, okay, we zijn er. We zijn er. Hurry up.
Oh, waarschijnlijk hier beneden. Nico, kom op. Kom op. Yes, yes, ja. Net op tijd. Denk ik. Oké, okay, Little Jacob doet een duimpje omhoog. Dat betekent dat we de missie gehaald hebben. En we kunnen een body armor kopen. En dat was ook net op tijd. De laatste seconde. Dus zijn wij goed bezig. Oké. Okay. I delivered the stuff, man. Nico, I'm a mere man. That be some good work, you know. Come if you want our next job. Oh, sure. Heb je nog meer dan? Ja, dan bel ik je. Phonebook. Little Jacob, job. Ah, daar staat mijn auto. Het is wel erg donker nu. Alright, man. If you got any product to move, I could do with the money. Hey, Renico, I ain't real happy about the last shipment to them. There'll be another one. Ja, dat was net op tijd. Outside the cafe. See? The business deal be happening with the money in our Beachwood City. Later on, my brother. Okay. The package is in the car. Als je het niet erg vindt, Nico, rijden we eerst even langs het... Oké, deze auto kan echt niet vooruit rijden. Dan rijden we eerst even langs de Amnesia. Om een kogelvrij vest te halen. Ook al hebben we dan bijna geen geld meer. Stel je voor dat we moeten schieten en niet de hele tijd aan mensen moeten geven. Want ik denk dat er ook wel een keer bij drugsdealen wel eens een keer wat misgaat. Dat heeft Nico, dat heb ik wel vaker ervaren in zulke GTA-spellen. Dat er altijd wel wat misgaat bij drugdeals. Echt. Altijd. Het zal op een gegeven moment gewoon meteen verkeerd gaan. En dat moment wil ik gewoon een stap van tevoren voorwezen. Niet dat ik dan, dat het dan verkeerd gaat en dat ik daar dan alleen ben met mijn hero. Want daar heb ik echt dan helemaal niks aan. Daar zou ik misschien nog een paar kogels kunnen overleven. Maar als ik echt met overmeesterd, heb ik daar echt helemaal niks aan. Trouwens, de kogels, 150 AK, wat normaal je nooit op dit punt van het spel zou hebben. Maar door filigrante missie gelukt. Micro SMG, shotgun... En pistol. Ik vind het genoeg van wapens. Alleen... Ja, ik ga niet eens voor de wapens. Ik ga gewoon voor de body armor. Ik vind alleen uw body armor wel een beetje duur. Nu heeft Nico alleen maar $17 over. Dank u. U ook. Oké, hop. Nou, mijn rechter voorlamp is kapot. Gelukkig is dit ook een oude bak. Deze auto is al rijp voor de sloop. Waarschijnlijk hebben we daarom de drugs hiermee moeten vervoeren. Omdat niemand dat verwacht in zo'n ouderwetse wagen. Nou ja, dit zou toch op zich wel opvallen. Zo'n oude, hele oude auto rijp voor de sloop. Moet toch wel opvallen. Oké. Oké, hier is die café weer. Oh nee, daar heb je dezelfde auto weer. Oké. Okay. Vertel het maar. Get the package to Beachwood City. Bij de buur Won't Wait Around. Oh. Zeg, ik heb het nog wat sneller. Oh, kijk eens aan. Dat is wel dichtbij. Dit is wel dichtbij. Ik heb wel nog een paar secondes, maar... Maar... Dit is ook echt dichtbij. En nu komt waarschijnlijk de tekst. Hurry. Hurry up. Ja, ik weet het. Ik ben er namelijk al. Nico, een beetje doorrennen. En dan zijn we er. Oh, er staat ook echt mooi een mooie gasfles naast. Dus als we worden beschoten, staat het er ook mooi bij. $250. Ik vind het een mooi bedragje voor zo'n job. Oké. Okay. Nou, waarschijnlijk callen we Little Jacob weer. Of niet? Nou, waarschijnlijk niet dus. Nou, dan bel ik weer van een job. Nou, kom maar op. Little Jacob. Hey, I'm looking for something to do. Are you a bad man in need of a delivery boy? Wicked man.
did a really good job on the last one, you know. There's more Cali outside in the car than the cafe. See? The jump being shot, look. One's over, brother. Ja, ik ben nu al voor het café, dus ik vind geen enkel probleem. Gast, ik doe wel even een mooie zo'n job voor je. Ik vind ze leuk. Ik heb ook alles voor Rome gedaan. Oh, eindelijk is een andere auto. Bij 230. Ja, hé, ik kan het nog sneller. Nico is gewoon een drugs delivery man, hè? Op dit moment. Nico is geen racer die de halve stad afcruist in 15 seconden. Ja, nu komt Hurry Up. Ik vind het heel leuk, game. Alleen ik kan niet binnen 10 seconden aan de andere kant van de stad wezen. Ja, Hurry Up. Ik vind het heel grappig, maar dat gaat me echt niet lukken. Ik denk dat deze missie gewoon gaat mislukken. Ja. Ja, ik weet het, Little Jacob, maar maak dan ook even een deal wat mogelijk is. En laat mij niet binnen 15 seconden naar de andere kant van de stad toe rijden. Je kan toch zelf ook bedenken dat ik dat niet gaat lukken. I'm not such a good delivery boy. Sorry. If that's true, then call me for some more deliveries then. Ja, dat was ik dus van plan, alleen Nico belde eerst naar jou. Hier, job. En nu deze keer alsjeblieft iets wat mogelijk is. Wat? Regeer die mij gewoon nu? Nico heeft één foutje gemaakt. Omdat jij zei dat je binnen 15 seconden ergens naar de andere kant van de stad moest. Laat Nico gewoon de job doen. Jacob, what's up? I'm looking for a job if you have a package you want delivered. Nico, I'm sorry, man. The last package I had just leave and thing. You need to call another time, see? Oh, okay. Now, taxi. Now, okay. Part where they talk about elephants. Naar mijn safe house. We'll be back after this. We zitten ook al langzaam op de tijd. En als Little Jacob even geen missietje meer voor ons heeft, ja. Dan gaan we gewoon even de aflevering afsluiten. Want ik bedoel, taxi stopt nou even, dank u. Want ik bedoel, kijk, we zijn, het is nu ook 3 uur 's nachts. En Nico heeft ook recht op een beetje slaap. En ik vind het een hele mooie auto om even in te gaan rijden. Ik weet niet waarom hij daar staat, maar bedankt voor de meneer die hem daar heeft neergezet. Is Nico erg blij mee. In ieder geval, Nico gaat even de rest van zijn nachtrust genieten. En dan ga ik ondertussen tegen jullie zeggen, kijk eens, doe een duimpje omhoog. Help je mij, help het kanaal mee. Morgen gaan we weer Little Jacob helpen met allemaal drugs deliveries. En hopelijk niet een drugs delivery waarvoor we binnen 15 seconden naar de andere kant van de stad moeten. Want ik hoop dat Little Jacob nu beseft dat dat gewoon niet mogelijk is om binnen 15 seconden naar de andere kant van de eiland te komen. Maar ja, kijk eens. Daarmee wil ik de aflevering afsluiten. Kijk eens een duimpje omhoog. Help mij, help het kanaal mee. En abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zie ik jullie morgen weer als we met Nico verder gaan met de drugs deliveries. Dan zien jullie morgen. Want voor nu ga ik zeggen, doei!